De dubbel maar een reevoud. B3-vlog. De morgen. Einde. Ja. Drink je scheepsrijk, als ik mij niet vergis. De drie maakt mij gelukkig, omdat het niet geluksgetal is. Drie keer vast geloven, vieren, dat is niet genoeg. We hebben drie mondielen al, de glazen in de lucht. De drie is er mee, als ze leeft met die wee. De leven voor joeksigheid. Leven de drie, de drie is voor mij. Dus geniet en wie weet, niet dat voor mij een drie heeft. Leven de drie. Niet alles in het leven, het geit van eind wie drie. Heb is ze heel gedreven, we kunnen het allerbeste in de vee. Al het goeie kunnen breien, wordt zo'n dak gezaagd. Zo vuurt het als een drinkje wens, ook altijd doet gelach. Drink er mee, als ze leeft met je leeft. We leven van joensigheid, we leven de reeën. De diepte van mee, dus je neemt en die weet. Die dubbel maar een drie-eenvoud, leven de drie. Het is een lot, het heeft een nummerke ons wild. En ons drieën met mekaar en ook voorbeeld. Het is een drie voorbeeld, als ze leeft en wie weet. We leven voor joezigheid, we leven de drieën. Het is een diepje voorbeeld. Dus geleerd heb je weet, die dubbel maar een drie, voor leven de drie. De drie van weet, als ze leeft heb je weet, die leven voor joepsigheid, leven de drie. De diepje van weet, dus geleerd heb je weet, die dubbel maar een drie, voor leven. Die dubbel maar een drie-eenvoud. Die dubbel maar een drie-eenvoud. Die dubbel maar een drie-eenvoud. Net niet meer leeg. Ja, daar zitten we dan met een schoot fatsoen. Onderweg dwars door Limburg naar Meerse City. En de Meerse is te doen, want er is de Dreekjes die hebben zich nog neergestreken met een caravan. De Rode Tour waar ze het BCL-tref weekend mee gaan promoten. In 33 gemeentes in Limburg. Hey, mooi gezegd, Ben. Mooi gesproken. Wat kan ze eraan toevoegen? Wat kan ik er nog aan toevoegen? Het grote verval wil dat wij een leedje leven drie hebben. En toen heeft die stichting die Dreekjes hebben opgekregen. Dus gewoon weer zingen om ja, de merd vol te krijgen. En dat gaat zeker lukken. Dat zeker lukken. Dat kan niet missen. Maar Meerse is het dorpje van Joeks en Jan, van Schroebeleer, daar wil ik gisteren niks over zeggen. Van de Klomp. Van de Klomp. De gebroeders vaders. Van die beroemde zitting van de Klomp. Van die beroemde kleding hummekeszaak. Weet de naam niet meer? Iets met Erik. Ja, ja. En dus dat kan niet missen. Dat wordt toch hartstikke gezellig. En wij beloven dat wij, als het toch heel gezellig wordt, gratis voor niks voor iedereen een meet en greet kunnen organiseren. Absoluut. Zeker weten. Voor alle zesde mensen. Wat zeg je? Voor alle zes doen we dat. Voor alle zes doen we dat. Nou, we geven er even een leuke optreden, korte optreden weg. Ter promotie. En, hilariteit. We gaan dadelijk in ieder geval een hele belangrijke man ontmoeten. De drijfkracht achter het ganse geheel. En dat is Sander Matthijssen. Alias de Blauwe. En, de Blauwe, en dus ook gedaan, ik een woestond interview met mij gewoon zien. Zeker in eind 61.
Met de wethaaier en twee mensen van BCL. Ah. Dus, nou ja, er zal in ieder geval publiek zien. Goed. Toch? Dat doen we de film. Tot dan. Dat is goed. En dus schreef, Rembo schiet de zon en merk ze onweer. Ja. Zwart zullen het een van de mensen. Die ken je. Het is, dit is het. Dit is het. Ja, ik had niet beter verwacht. Kijk, eindel sfeer, een geweldig podium opgezet voor ons. Die draaihekken die vind ik wel een beetje overboord. Ja, maar ik hou me er wel aan. Ik organiseer een meet and greet eigenlijk voor ons regen. Dat komt helemaal goed. Ik ben helemaal, dat heb ik helemaal niet afgelopen. Dan kun je in ieder geval bij de frietpomp eigenlijk gaan zitten. Zit in ieder geval druk. Nee, nee. Ik kan dat ook gezellig maken, dat we gewoon in de caravan gaan zingen. Ben gewoon in de caravan voor onszelf, repetitie houden. Gewoon, het is iedereen om de beurt. Ja, iedereen om de beurt rennen. We moeten wel iets nummer trekken. Ik heb om de beurt aan Bios naar binnen, gezellig. Ja. Ik heb alleen geen idee hoe we er zien. En ik heb een telefoon niet binnen, ik heb geen nummer van Sander. Ik heb geen nummer van Sander. Ik wou in mijn telefoon. Onze leven hier, kinderen van de ellende. Ik zie ook de vrouw. Onze leven hier, kinderen van de ellende, nummer aan zien. Dat was een trio, hè? De kiegel naar onder toe van de ellende. Hier zeg ik van wat slecht op dit, dit is het schel. Alles goede komt van boven. En precies wie we hadden verwacht. Het zuid is zwart van de mensen. Maar gelukkig zien we neergestreken in het caféke Carpe Diem. En een geweldige titel. Ik heb begeleid de lokale omroep volgens mij geweest, of niet? Ja. Roos. Staat erop, Jan. Staat erop. Alles komt goed. Alles goeie kunnen draaien. Dus ik heb al het goeie van boven. Ja, vandaag wel. Ik heb al het goeie van boven. Sander, wat voor spektakel staat er hier op stapel? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal precies, maar we zijn er net al bezig met onze roadshow. Volgens mij is het de liefdierende roadshow zijn in Noord-en-Bums. We zien vandaag in Meersen, het regenachtige Meersen, en normaal stonden we boeten. Onze kermis staat hier voor de deur op de Merret. En de vlag, Lee Kroodeken, straks in de top te reserveren voor de wethouder. En hier binnen hebben we besloten vanwege de hevige, heftige regenval dat de roadshow naar binnen gaat. We hebben een hele leuke aardige vrouw hier kennen, Gitta van Carpe Diem. Zo heet die band. En ja, die heeft ons is opgetrooid als gastvrouw. Daar zit ze. Kom maar een keer mee. Ja, door hem even. We hebben het al getagd in een Facebook berichtje, dus ik heb jullie maar goed. Ja. Kijk, dat is dus die hele aardige leven mevrouw. Die zorgt dat we hier vanmiddag kunnen zien. En we gaan samen met de lokale omroep van Meersen, die er ook al zien, de wethouder Berry. Die zien ook al in, ja. Ja, die hadden ons net ook al gevonden, inderdaad. Dag. De wethouder, die komt zo binnen. We hebben nog mensen van de klomp. We hebben af en toe zijn mensen van de lokale vastgoedvereniging. En natuurlijk B3. Leven de 3, maar we komen eigenlijk een visbouw. En we maken er een soort van een variété diner van. Dus ja, goed, of ja met... er zitten allemaal mensen heel rassig. Die eten er nog. En die zien er heel op ingesteld. En weet je dadelijk een Carpe Diem op de kop zet. En toch, we gaan zingen. We hebben allemaal ballads goed gezingen. Ja. Ik bedank dat je ons ziet. Ja. En kom vooral ook beste mensen die het filmpje zien. Zondag om 19 november door het Rovers voor de CD-presentatie van B3. Ik wil kijken. Ja. En dat heb je heel leuk! Kijk je gewoon, Christel? Ik weet het nog niet. Net zit nog niet? Nee, ik weet het nog niet. Bevelt ik niet wat er in op het programma staat? Of is het de deur? De 19, dat vind ik echt helemaal niks. Dus ik denk niet dat ik daar wel. Maar ja, de rest vind ik wel leuk. Misschien dat ik nog dat BCL-treffen vind ik wel leuk. Maar de 19e slijst ze over. Ik denk dat ik de 19e over goed slijst. Ja, wist toch een treesje? Ja, die vrouw vind ik ook zo irritant. Dus ik heb er niks mee. Dus ik denk niet dat ik daar wel. Maar de rest van de dag, joh.
Oké. Goedendag. Oh, ja. Ja, dat is een beetje vervelend om de hand te geven natuurlijk. Goed in de regen gestopt. We zien aanbouwen in mensen dat onze mobiele vasteloze ambassade. En we zien heel blij dat we hier nu gezien met een delegatie van de klomp, met een delegatie van de aanhouders, met de wethouder, meneer Berry van Rijswijk, die ontzettend op kunt, maar nu weer een meerse is en een bijzonder detail tot en met 3 maart wethouder is. De dag dat de Dreekers verjaardag heeft. Maar als ik dan toch over de 3 heb, kan ik meteen verklappen, en je had het allemaal al gezien, dat W3 ook in de zaal is. Dus dadelijk nu je de stil aan de kant, dan nu je de vutjes op de vloer, en hopelijk, ik heb ze aan, ik heb de dansschoen aan, kunnen we dan gezamenlijk er een leuk feestje van maken. Wat gaan we doen? Want de wethouder staat hier natuurlijk ook. We gaan officieel de geïmproviseerde ambassade openen. Wie doen we dat? Dat doen we allereerst met een welkomstbeurtje voor de wethouder. Dus ik kon ook zo meteen de microfoon geven. En dan gaan we de boete toe, heel even. Dan doen we op een kleine maand een paraplu mug hier de boete, de vlak in de top hijsen. Dat zou ik in de liggende dorp kunnen zien, dat we hier zien. En daarna doen we even snel achter. Dat mug geen om als eerste doen. Daarna gaan we zingen met W3 en springen. En daarna gaan we weer te achter. We doen tussendoor nog gezamenlijk een glaasje drinken. Want dat krijg je van ons aangeboren. We willen namelijk samen met ons proosten. De mensen die hier stonden, die kregen een glaasje aangeboren. Dus ik geef ook de kans om nog een stoel aan te komen. De penningmeester heeft overigens het liefste dat je door moet zetten. Dus denk even na op wat je wilt. Hey! Aan de cruise zo te bieden. Mijn assistent wil het even opmerken. Maar helaas, ik denk dat je net niet gewonnen hebt. Want het was een bijzondere mensen. Wat hebben we hier genoten? En wie zeggen dan? Niks anders als. Merci, dankjewel voor vandaag! Hey! Maar dat is een fantastisch trek, het hele bestek. En dan en nooit nergens anders meer dan blij. En de kinderen daar is kloppen aan de hand. De gekke gasten lopen in de klimmerstand. We kijken hoe van jullie als het woord klinkt. We zien de gasten lopen als het woord is geen. En jij zijn het beleven, maak er dan wat van. Alles en nog even. Van waar ze nu te verstijgen, van alle bonte kleuren wie jij. O, de kuffert is van dagen en daar, leven oos en ontleden, o, die is gespaard. Want aan het goeie kuffert van dagen en daar, yeah! Schat, dus lekker op bed, ongeslopen, auge open. Een dieve geweest, dus geleden naar wie weet. Je dubbel naar de Dreevoort, leven de Dreevoort. Je dubbel naar de Dreevoort, je dubbel naar de Dreevoort. Je dubbel naar de Dreevoort.